Ja, het was genieten in één woord, want die baan is echt fantastisch. Dat hebben ze toch maar even bedacht en het werkt ook nog. Dus het is een compliment naar iedereen die daarmee bezig is geweest en die dat bedacht heeft. Ja, het is heel leuk. Ja, ik zie vier auto's naast elkaar om het rechte stuk richting Tarzanbocht gaan. Maar ook heel veel lijnen bijvoorbeeld in de Hugenholzbocht en ja, veel snelheid in de Arie Luijendijkbocht. Ja, die Hugenholzbocht is een apart ding. Hè? Want daar kun je inderdaad allerlei manieren kun je erin en door enzovoort. Dat is kwestie van een paar keer zo nemen, een paar keer zo en een paar keer zo. En dan op de data kijken wat het beste is. Dat weten we nu ook nog niet, want we hebben de data ook nog niet bekeken. En dan weten we ook niet waar we gereden hebben. Dus dat is ook een puntje. Maar dat gaat de Formule 1 natuurlijk meteen in de vrije training doen. Dus ik denk dat we veel rijshots gaan meemaken in de Formule 1.